Welkom bij Mystic Angel Radha Tarot. Ik ben Radha. Dit is de maandelijkse reading voor de maand juni 2023 voor de Weegschaal. Ik heb de kaart al gelegd, dus ik ga gelijk beginnen met jullie reading. De energiekaart is Sterrenbroeders, energie van Horus, bescherming, veiligheid en vertrouwen. Ja. Dus je krijgt bescherming van de sterrenbroeders en de energie van Horus. Bescherming, veiligheid en vertrouwen. Dat wordt jou geboden de komende maand. Je bent veilig om je dingen te doen. Je bent beschermd en je krijgt ook meer zelfvertrouwen. Meer zelfvertrouwen, maar ook het vertrouwen in het universum eigenlijk. En dat is jouw grootste kracht, dat jij die vertrouwen in het universum hebt. Horus is een Egyptische god eigenlijk. Dus ja, mocht jij daar meer van weet van hebben, dan hoor ik je graag. Want ik ben er niet zo... Ik weet wel dat het een Egyptische god is... Maar voor de rest ben ik er niet zo bekend mee. Maar hij biedt jou wel die bescherming, veiligheid en vertrouwen. Dus de komende maand, lieve Weegschaal. En je wordt begeleid om weg met de drama. Dus drama, je mag je grenzen gaan zetten. Waar er drama is, daar mag je grenzen gaan zetten en je mag jezelf terugtrekken. Je hoeft niet in strijd te gaan, maar trek jezelf gewoon lekker terug uit de situatie, bij die mensen vandaan waar er veel drama heerst. Daar mag jij, zeg maar, je grenzen voor gaan trekken. De komende maand. Dan hebben we hier de 6 van bekers. Dat betekent dat jij meer je zelfliefde neer gaat zetten. Mediteren, buiten lopen, leuke dingen doen, dingen van je afschrijven, ontspannen, rusten, noem het maar op. Maar zelfliefde keert weer terug, omdat jij op dit moment misschien niet zo lekker in je vel zit. Niet alles gaat zoals het moet. En daarvoor is zelfliefde dus heel erg nodig. Je moet jezelf even terugtrekken om die zelfliefde neer te gaan zetten. En daar gaat ook dus die begin in de liefde komen. Ja, en als jij die zelfliefde gaat neerzetten, ook het innerlijk kind wil met je spelen, ook dat krijg je hierdoor. Het innerlijk kind wil ook met je spelen, dus ga lekker spelen, ga lekker leuke dingen doen. En dan ga je zien dat, dat je even de weg niet meer wist, maar dat je dan nu wel weet van, nu meer naar je intuïtie kan luisteren en weet welke wegen je moet nemen of welke keuze of beslissingen je moet maken. Dan heb ik hier de koningin van zwaarden. Dat betekent dat jij heel veel communicatie gaat krijgen. Ik heb hier ook de geliefde kaart. Ik heb het gevoel dat jij meer communicatie dus eigenlijk gaat krijgen met jouw spirituele team. Zo'n gevoel krijg ik. Want jij bent ook lekker gegroeid. In je spirituele groei. En je gaat meer communiceren met jouw spirit guide. En dat is heel mooi. Wat ik hier ook zie is met de maan. Je hebt je weg van je werk heb jij gevonden. Jij weet wat jij wilt. Jij weet welke kant jij op moet. Voor op werkgebied. En met de 6 van munten heb ik hier het gevoel dat jij... dat de liefde in je relaties, dat het geven en nemen is. Dus het is echt in balans. Dus de komende maand zal je daar ook geen problemen hebben. Ook over je werk zal je ook geen problemen hebben. Maar je gaat ook meer communiceren met jouw spirituele team. Dus je gidsen, je engelen, noem het maar op. Aartsengelen, God en de engelen, noem het maar op. Dus kijk voor jou
Want je gaat je zelfliefde neerzetten. Je gaat kiezen voor jezelf. Je gaat jezelf op de eerste plek zetten. Waardoor jij dus meer kan gaan communiceren met je spirituele team. En dat je qua werk misschien ook wel het spiritueel werk, wat ik hier voel, is dat je meer het spirituele werk gaat doen. Dus ik zie ook dat je ideeën gaat krijgen. Dat je heel veel ideeën gaat krijgen hoe je dat wil gaan aanpakken. En dat jij die ideeën gaat uitvoeren met de twee van staven. Dus wauw, het wordt een leuke, drukke maand voor jou. Maar het is wel iets wat bij jou past. En mensen met drama's, die mag je dus wegdoen. Zodat jij je weg gewoon normaal kan belopen. Daarvoor krijg jij ook dus die bescherming, veiligheid en vertrouwen van Horus, de sterrenbroeders, krijg jij dus die veiligheid om zeg maar je spiritueel werk voor te zetten. In feite is dat eigenlijk wel het spiritueel werk wat jij hier gaat verrichten. Dan heb ik hier het lied van de aarde. Er wordt van u gevraagd om eens goed na te denken over uw relatie met de aarde en de kleine dingen die u in uw dagelijks leven kunt doen om zowel uzelf als de aarde door de huidige veranderingen te helpen. Moeder Aarde heeft behoefte aan genezing. Zij vraagt u om aandacht te besteden aan haar behoefte en liefdevol aan haar te denken. In deze tijd van grote veranderingen vergeten we vaak dat Moeder Aarde ons voedt, huisvest en verzorgt. Zij levert de lucht die we inademen, de brandstof voor onze auto's, de elektriciteit die we gebruiken en ze verwerkt ons afval. De kaart van het lied van de aarde is vandaag in uw reading verschenen om u te herinneren aan uw diepe band met de aarde. Moeder Aarde ademt en voelt, net als u. Soms zingt zij van vreugde en soms huilt ze. Zij is een weerspiegeling van de mensheid. Zij is één met u. De aarde is een bewuste entiteit. Uw liefde kan haar helpen om haar balans terug te vinden. Weet dat Moeder Aarde op haar beurt ook van u houdt. Voel en aanvaard haar liefde, want die verzorgt uw ziel. Vraag om deze grote genezende kracht en uw leven zal een nieuwe betekenis krijgen. Dus ga je meer aarde. Het is heel erg belangrijk. Maak contact met Moeder Aarde. Ga in gesprek met Moeder Aarde in meditatie. En kijk wat voor boodschappen Moeder Aarde ook voor jou heeft. Want voor mijn gevoel heeft hier Moeder Aarde toch wel een boodschap aan jou te geven. Hè? De liefde, de verzorging van haar, die krijg je op wat voor manier dan ook van haar. En ja, ik heb wel het gevoel dat hier Moeder Aarde een boodschap voor jullie heeft. Dus ga meer mediteren. Ga jezelf eerst aarden, dan mediteren. En vraag de boodschap van Moeder Aarde. Mocht je niet uitkomen hoe je dat allemaal moet doen en hoe dat in zijn werk gaat, kan ik je helpen met intuïtieve ontwikkeling. Mocht je dat willen, laat dat dan ook weten via mijn 06-nummer die hier onder deze video staat, via de WhatsApp. En dan kunnen wij een afspraak maken. Dus laat het even weten via de WhatsApp, oké? Okay? Ga niet bellen, want heel veel mensen willen dan gelijk bellen, maar ga maar even appen van wat voor dienst je wil en waarvoor je het wil. En dan maak ik zo snel mogelijk een afspraak en dan komt het wel goed. Like, abonneer en laat het belletje en klop mijn video's te ontvangen. Laat me hier onder deze video weten wat je van deze reading vond. En kijk ook even naar mijn diensten die hier onder deze video staan. Mocht je een van mijn diensten willen, laat dat dan weten via mijn 06-nummer, via de WhatsApp. Dan maak ik zo snel mogelijk een afspraak. Tot de volgende maand. Doei doei!